Hallo Serpeng, je zit bij Rick met Serp Gameplay. Dit is een nieuwe aflevering van De Laatste van Ons. Deze aflevering gaan we verder met deze fantastische, super vette, een van de beste games ooit gemaakt. Hé, trouwens, er ligt nog wat achter de walie. Kan ik daarachter? Kan ik daarachter komen? Daar heb ik nog niet op gelet. Ik zei dat ik alles al ging doen, maar daar heb ik eigenlijk helemaal niet eens op gelet. Precies, ik kan daar gewoon nog heen. En wat vind ik daarvan moois? Wat vind ik daarvan moois? Ah, niet slecht. Kan dit nog open? Nee. Oké, dan gaan we nu verder met onze grote boy Billy Boy. En ja, want we gaan nu naar de andere kant van de stad om onderdelen te zoeken voor de auto. Want wij krijgen van Bill een auto en dat is best wel fijn, want er zijn helemaal geen auto's, want er zijn al 20 jaar in een zombie-uitbraak. Alhoewel eigenlijk zijn het geïnfecteerden, maar daar gaat het niet om. Let's go! Hallo Eddy. Yo, en dan boom! De trap op. Ik kan traplopen, Bill. Ik weet dat jij dik bent, maar het komt goed. Je had ze gewoon achter moeten laten. Oh, dan zegt hij het tegen zichzelf? Waarschijnlijk. Ja, Tess is een klein probleempje. Ik ga wel even alles zoeken hoor, Bill. Je kan me eventjes mijn pik likken met... Oh, ik wil doorlopen. Nee hoor. Oh, ik vind het wel leuk, de gesprekken tussen Bill en Annie die nu gaan komen. Nee joh, ik klop daar maar wat aan. Hij is wel familie van mij, laat me met rust, Ellie. Ah, kijk, leuk! Yay! Hebben. Nee joh. Oké, dan gaan we eens even hier kijken. Alles afzoeken, jongens. Alles moet uitgezocht worden. Want ik heb pillen nodig. Vooral pillen zijn het allerbelangrijkste. Maar daarnaast zijn die radertjes ook echt leuk. Oh, wat vinden we hier? Een honkbalknuppel. Nou, ik ga niet wisselen voor mijn breekijzer. Ik zou zeggen dat een breekijzer langer meegaat, maar ja. Don't take my word for it. Oké, dan gaan we weer verder, Billy. Ik wil voor. Nou, nou, ik wil voor. Nee. Oké, dan komt goed. La 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 la. Ik kan hem ook gewoon neerknallen hier als ik zou willen. Maar ja, hij is wel familie van me. Dat doe je niet. Oké. Ik hoor het, ja. Hij is een beetje boos. Hij stelt niks voor, precies. Hey. Waar zit hij? Oh, daar. Nou. Ze is druk. Kijk, die zombie zit vast. Er zit een bijl in je kop. Tjaka! Zo makkelijk gaat dat, hè. Kan hij zijn deur open? Waarschijnlijk niet. Oh, ja, hij doet hem voor me open. Wat lief van je. Kijk, het is gewoon een bloedfonteintje. Weet je wie dit fantastisch zou vinden? Daniel. Oh, er is een airconditioning omgevallen ofzo. Iets in die richting. Of een krab met troep. Eén van de twee. Of dat is gewoon een trap. Zou ook best kunnen. Gewoon een trap van Billy Boy. Oké, we zijn buiten. Hallo daar. Wat is dit nou voor moois? Een schaar. Je bent een genie. Ja, goeie vraag. Ik weet het niet, man. Oh, de accu's zijn wel sowieso leeg, dat weet ik wel. Oh, kut, ik hoor zombies. Infected! Oké, dan een klikkertje. Oh god. Oh god, oh god, oh god! Oh god! Waarom word ik geraped? Stop met me rapen! Oh, je moet wegsprinten, dat is waar ook. Oké. Dat was niet zo heel gezellig. Ik kan het beste gewoon weglopen van iedereen. En iedereen er maar voor zichzelf een beetje uit laten zoeken. Kut, een klikker. En blijven rennen, Rick. Ik moet echt meer rennen trouwens, sowieso als ik met deze dudes vecht. Het werkt goed. Nee, kut! Laat me rennen. Hey baby, het is je boy Torenzo. Wil die Gucci tas? Nou dan vlieg ik naar Marokko. Kom op, kom op. Nee, dood. Nee, dood. Nee, dood. Kak. Ik had moeten rennen. Ik had zoiets van, ah weet je, daar red ik wel. Pillen zijn dodelijker als je ze niet vermoedend twijfelt. Pijlen zijn niet vermoedend. Oké, cool. Ja, in principe gaat dit wapentje wel goed. Voor de job. Oké, daar ging ze trap af. Lol. Oké dan, dat gaat nog goed. Het gaat nog goed. Stop met op mij afrennen, jongens. Ik ben speciaal. Ik verdien dit niet. Oh wat, ik sla jou even mijn knuppel. Vieze vuile hoer. Jij ook. En nu moet ik wegrennen, want waarschijnlijk komt iemand met een klikker om me af. Oké dan. We rennen eventjes een stukje weg. Is dat een gewone? Dat is een gewone, dat is mooi. Dan mag het. Dan mag ik bitchy doen. Oké, ik heb ook nog een mes bij hem in principe, voor noodgevallen. Bam! Schiet hem neer, Billy. Dat scheelt mij weer kogels. Oké, mooi. Staat er iemand in me? Ah, viel mee. Oké, dat was te doen. Behalve die ene keer dat ik dood ging net, maar behalve dat. Als je de simpele dingen vergeet, ben je de lul. Dat is waar. Dan heb je ook een lul. Ik in ieder geval wel. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar... Oh, zonde. Niet doen. Niet dat je een charge gebruikt. Oké, flessen. Nog meer flessen. Ja, het is inderdaad waar. Zo'n accu gaat heel langzaam leeg. Als jij... Oh, ik kan niet... Ik heb hier wat bandages. Dus ik kan in principe eventjes een... Zo eentje maken. Precies. Kan ik weer een extra papiertje meenemen. Dus ja, als ik een keer nog veel alcohol vind, dan is dat handig. Sluiten. En dan neem ik dit extra papiertje mee. Dankjewel. Mooi. Ik vind het wel echt heel vet hoor. Als je dit vergelijkt met Uncharted, weet je, de games zijn heel erg hetzelfde qua gameplay, weet je. Besturingen, schieten, maar dat is wat heel anders is dan Uncharted, dus de survival elementen, weet je. Oh, hier ben je iedere keer, kun je weer bandages maken voor jezelf, terwijl in Uncharted heal je uit jezelf. Als je nu veel damage hebt en je hebt geen bandages, ben je gewoon de lul. Moet je allemaal goed plannen. En dat vind ik wel heel vet in deze game. Waar moet ik eigenlijk heen? Goeie vraag. Misschien zitten nog traps van Bill, dus ik moet een beetje oppassen. Billy, waar ben je? Nee, serieus, waar ben je? Oh, we zijn denk ik die kant op gegaan ofzo? Ik heb geen idee waar de rest is. Gewoon weggegaan zonder mij. Nee, serieus, waar zijn ze? Serieus? Serieus jongens? Zonder mij? Really? Deze kant op misschien? Oh, hier zijn ze. Hallo daar vrienden. Vrienden van het goede leven. Even kijken. Ah, mooi. Water, of alcohol zou ook best kunnen. Eén van de twee. Voor de rest nog iets leuks hier binnen? Nee. Werkbank misschien? Nope. Oké, ga je de trap op of wat? Niets. Oké, wat heb je daar voor moois, Bill? Je hebt allemaal steeds met pijn en boog. Jammer genoeg heb ik geen pijlen. Oh, ik kan hier nog wisselen zeker. Dus, het is mijn jachtgeweer en mijn pijn en boog. Jachtgeweer is wel nice en hij maakt gigantisch veel lawaai. Pijn en boog is lekker stilletjes. Echt waar, Bill. Heb je de sleutel niet per ongeluk gegeven ofzo? Ik ga sowieso trouwens wisselen naar mijn revolver. Ik vind die revolver echt het chillste wapen van het spel. Persoonlijk, momenteel tenminste. Als het goed is krijgen we later zelfs een vlammenwerper. Die moet je zelf maken en zo. Op een gegeven moment kun je zelf wapens maken en dan onder andere vlammenwerper. Best wel cool. Wat is dit voor moois? Ah, radertjes. Waarom iemand dat in de tuin, midden in de tuin neerlegt is de vraag. Maar we hebben het in ieder geval. Ik wou net zeggen, waarom ga je hierheen, Bill? Oh, moeten we echt hierheen? Nee. Dat kan haast niet. Oh, waar moeten we heen? Waar moeten we heen? Ik gok hier het luik in, toch? Dat lijkt mij het meest logisch, anders was het er niet. Yes, hier moeten we in. Denk ik. Open die shit. Zitten er zombies in of niet? Of geïnfecteerde. Sorry, geïnfecteerde. Oeh, filmpje. Hihi, leuk. Here we are. Oh, dit is Bill's huis zeker. You don't touch anything. And you close the door. Oké, is cool. Mooi lampie. Let's gear up. Jij niet. I need a gun. No, you don't. Joel, I can handle myself. No. Just stay here. Oké, als we even een wapen-upgrade krijgen en een lekkere fikse AK of zo, zou niet verkeerd zijn. Wait around for you two to get me killed. This goes on record as the worst fucking job you've ever taken. Oh, shotgun. Oh, ik heb zo zin in de shotguns. Shotguns zijn altijd mijn favoriete wapens. Gewoon shotguns. Actually, her idea. Really? Oh, ik weet dat Tess dood is. Ze was gebeten. Seriously, you gotta take that kid back to where you found her. I can't just take her back. Then send her packing, let her find her own way. But let me tell you a story. Oeh, leuk verhaaltje van Bill. Oeh. I had somebody that I cared about. So, partner. Somebody I had to look after. Oké. En toen? And in this world, that sort of shit's good for one thing. Verdriet. Oh, de dood. Oh, kan ook. Verdriet. So you know what I did? Bijna goed. Lighten the fuck up. And I realized it's got to be just me. Bill, it ain't like that. It's bullshit. It is just like that. No. Hey, what I said? You walk down the steps. What I say? I'm just fixing your stupid pile. Don't touch. Damn it. Fuck jou, Bill. Heerlijk. Long enough and eventually it's gonna blow up in your face. Please just get on with it. Ik krijg tenminste een shotgun van hem, daar ben ik heel blij mee. Let's get on with it. Let's get on. Tjak. Oké, heb ik nu een shotgun? Zo te zien wel. Dat belooft veel goed. Nieuw wapen, shotgun. Ah, nice. Dus ik heb nu een jachtgeweer, een shotgun en een boog. Oké. Ik vind dat Jan en het jachtgeweer en een shotgun nogal eng veel op elkaar lijken. Dat is best wel irritant. Ik kan nog even Bill's shit onderzoeken. Wat Eddy dus blijkbaar niet mag. Ik ga gewoon even lekker de moeite doen om zijn huis onder te zoeken. Hij heeft vast wel ergens pillen verstopt. En die pillen, die zijn zo meteen van mij. Dan kan ik eindelijk de upgrade kopen dat als een klik in mijn park, dan kan ik hem gewoon in zijn nek steken. Dat is wel een fijne upgrade, al zeg ik het zelf. Oh, hij zit in die safehouse, in die kerk. Oké. Dat was wel de safehouse, ja. Er moet hier wel ergens een workbench zijn, mensen. Ik heb zoveel van die radartjes gevonden, ik wil ze gebruiken ook. Hallo. Nou, hier is iets in ieder geval om te looten. Was het tenminste niet voor niets. Ah, pillen. Dat zie ik graag. Oké, hier nog iets leuks. Papiertje, mooi. Oh, een notitie over bommen. Oh, dan leer ik dan bommen maken ofzo of wat? Group of runners, don't forget to make the map with all bomb locations. Oké, handig, handig. Hier is een mooi altaartje. Want ja, we moeten natuurlijk wel de Heer Jezus Christus eren. Altijd handig. Is er nog ergens een crafting table? Is de vraag die ik stel, jongens. Jongens, dat zou niet verkeerd zijn. Misschien een verdieping hoger. Ik heb zo'n beetje iets van fuck jou, Bill. Bill wil verder. Ik wil dingen maken. We zitten een beetje op een impasse. We hadden net 5 pillen, toch? Trouwens, voor de zekerheid. Want dan moet ik er nog hoeveel? Ik zal even kijken gaan. Het is niet zoveel moeite. Nog 15 pillen. Ik vind ze soms in groepjes van 5 en soms van 10. Dus we moeten sowieso nog 2 keer pillen vinden. En misschien 3 keer. En dan hebben we onze welbeloofde, welverdiende upgrade. Het doodmaken van klikkers. Die zeker heel fijn is. Tenminste, daar hoop ik wel. Oh, wat ligt daarvoor mooi? Zo'n mooie pijp. Oh, een mooi stuk hout. Hout breekt veel te snel. Niet handig. Dat is niet handig. Misschien nog wat leuks. Ziet er niet uit, hè? Ziet er niet uit als wat leuks. Nee, dat is niet mooi. Oké, dan gaan we nu Bill maar even volgen. Waarheen is de vraag? Oh, je kwam erin. Dus dat is ook niet goed. Er moet hier toch wel ergens een workbench zijn, jongens. Kom op. Kom op. Het is Bill's safe house. Hij moet er wel iets van een workbench hebben. Of een workbench. Wat is dit voor leuks? Wat is dat voor leuks dan? Oh, cool. Gaat hij mijn spijkerbommen leren maken? Oh, hier is de workbench trouwens. Neem ik aan. Oké, mag ik hem hebben? Thanks, Bill. Er zit ook een schaar in gewoon. Hoe werkt het? Deze krachtige bommen ontploffen als een vijand in de buurt komt. Druk op L1 om een mijn te gooien. En dat is op een strategische plek met... Oké. L1 plus R2 is gooien. Je kunt bommen die niet zijn afgegaan altijd terugnemen. Oké, dat is handig. Dus hoe doe je dit? So we got shotguns and bombs. The hell we doing with ik wil wel wapens upgraden. Oké, oh die bommen zitten hierboven. Oké, cool. Oh, die kun je zelf maken natuurlijk. Daarom staan ze daar. Oké. Is het een workbench? Nee. Wel tape gevonden. Woe! Bonnie. Oké, kan we wat extra health dingen. Ah, gevonden de workbench. Ik neem maar dat dit de workbench is. Ja. Mooi. Wat zal ik eens upgraden? Ik wil best een shot kunnen upgraden. Jachtgeweer gaan we wel veel meer gebruiken, dus. Ik heb tenminste 171 van die onderdelen, dat is wel heel fijn. Laatste het vuursnelheid, capaciteit. Het liefst heb ik natuurlijk meer schade, dat is natuurlijk het chillstand te hebben. Terugslag, vermindert de terugslag van het wapen, je kunt het langer doorschieten. Voor je hoeft te herladen, dat is wel heel fijn voor een shotgun. Koop ik die sowieso eventjes. Hoe koop ik dit? Hoe koop ik dat? Oh, ik heb 2 rare dingetjes nodig. Capaciteit clips, wat heb ik dat nodig? Als ik dan upgraden, gaan we revolver eventjes. Revolver. Vuursnelheid en laadsnelheid. Nou oké, dan doe ik sowieso vuursnelheid koop ik wel eventjes. Daar heb ik nu eentje van gekocht zeker. Laadsnelheid. Oké, ik kan voor geen level 2 laadsnelheid kopen. Vraag me niet waarom. Ik heb alleen maar meer van die clipjes gehad. Wat? Of had ik erin? Ik had er in de 70 waarschijnlijk. Jullie zien dat niet, maar mijn grote bakken staat daarvoor. Ik had beter mijn bakken aan de andere kant kunnen zetten, realiseer ik me opeens nu. Maar ja, whatever. Wat doe je eraan, hè? Kan ik nog meer kopen? Kan ik nog shit kopen sowieso? Geen daarom, je kunt het wapen... Waar ligt het aan dat ik het kan kopen of niet? Kan ik nog iets kopen? Lijkt er niet op, hè? Oké, jammer. Ik heb tenminste iets geupgrade. Goed genoeg. Precies, that'll do. Oké, moeten we deze kant op, denk ik. Moet het toch een keer ergens zijn, hè? Bill of niet soms? Dat is voor leuks. Ah, een knijptang. Gereedschapsniveau 1 bereikt. Oké, logisch. Oh, en dan kan ik nu naar die workbench, omdat je natuurlijk gereedschapsniveau 2 nodig hebt. Logisch, logisch. Oh, ik heb toch weer alcohol gestolen. Ik stel gewoon dingen van Bill. Boeit hem niks, joh. Boeit hem geen ene flikker. Kijk, nu kan ik ze waarschijnlijk wel kopen, neem ik aan. Relaatsnelheid. Precies, ik koop sowieso voor relaatsnelheid. Al voor het andere heb ik gereedschap niveau 3 nodig. Daar staat dat ding voor. Oké, capaciteit. Ik kan langer doorschieten voor je hoeft te laden, natuurlijk, joh. Want dat jachtgeweer laden is geen goed idee. Ja, vizier boeit me echt helemaal niks. De kogels kunnen ook panzers doorboren. Dat is zeker een fijne mapje. Level 3 nog kracht. Dat is sowieso heel fijn. Ik ga gewoon even wat van die gizmos opmaken. Hoor. Boeit me geen flikker. Zolang ik de wapens hou, vind ik alles best. Je ziet trouwens ook welke wapens je allemaal nog gaat krijgen, neem ik aan. Zal ik mijn revolver al meteen even upgraden? Vuursnelheid. Zeker een fijne. Ik heb toch nog staat van die gizmos, joh. En mijn relaatsnelheid, eentje omhoog. Dan gaan we op mijn revolver gewoon een beetje mijn main weapon. En ik kan hier mijn capaciteit. Je kunt langer doorschieten voor je hoeft te laden. Vuursnelheid, je kunt sneller vuren. Je kunt sneller vuren is vooral heel belangrijk op deze, want niet dat iedere keer schiet, wacht, schiet. Dat is niet fijn. Bam! Ik vind het heel chill dat je zelf helemaal kan customizen wat je met je wapens wilt doen. Dat vind ik wel een vet iets. We gaan weer terug naar Bill toe. We zijn nu 5 minuten aan het kutten ofzo bij Bill, of allemaal met onze upgrades willen doen. Waar gaan we heen? Oké, loop maar. Lopen maar, Dickie. Oh, dan gaan we er weer uit bij de trap, denk ik. Gaan we hier er weer uit of niet? Gaan we hier de bovenkant? Oké. Tuurlijk hou ik haar in de gaten. Oké. Ik loop voor. Ik ben duivels. Oké, we gaan weer naar het kerkje toe zo te zien. Dat is vast hartstikke gezellig. Ik heb dus wat van mijn wapens geupgrade. Hopelijk heb ik wat aan gehad. En anders dan heb ik het voor niks geupgrade. Weet je, heb ik voor niks al die kut radertjes lopen zoeken. Oh, Bill, jij grapjas. Is hier een geheime gang ofzo? Oh, we gaan gewoon naar het raam. Logisch, doe ik ook altijd. Oh, oké, cool. Is cool, Billy. Klimmen maar, Joel. Mooi. Ja, come on. Come on. Look, mooi uitzicht. School. Right. School, leuk. Ready? Nee. We'll find out. Ja, dat is waar. Daar kom je vanzelf achter, hè. Oh, baby, geef me kauwgums. Dim en roll fresh. Even mijn zaklamp aanzetten. Dat is heel... Ik ga mijn zaklamp beter gewoon uitzetten. Hoe doe ik dat? Oh, yeah, come on. Beter. Dat zijn de gebrande lichamen, zo te zien. Doet hij zeker zo die schimmel niet uitbreidt. Oké, cool. Echt waar? Oké. Prima, geen probleem. Ik kan weer trouwens wat extra van deze dingen maken trouwens. Weet je, fuck die shit. Ik maak gigantisch veel. Health is geen probleem momenteel in ieder geval. Wat kun je met suiker trouwens? Oh, er zit een zombie daar. Oké, wacht. Ik ga denk mijn jachtpistool pakken. Je kan hem ook gewoon langs zetten. Oh god. Kijk, hoe effectief is die shotgun? Dat gaan we nu uitvinden. Oh fuck, 3 schoten? Nee, ik had wel iets beters verwacht eigenlijk. Was dat andere beest? Dat is gewoon een zombie of niet? Dat is de klikker. Dat is een klikker. Bam! Oh, ik word helemaal gek, ben een klikker, ben boos. Bam! Nou weet je, zo kun je het ook oplossen. Dan zijn wel meteen al je shotgun kogels weg. Oh, ik heb meteen 2 nieuwe joh. Oh joh, ik heb al mijn kogels alweer terug. Hoe laat je ook alweer die zooi? Gewoon L1. Oké, voor de zekerheid. Voordat ik in één keer ging schieten en nog een kogel kwijt was. Dan ging ik uit mezelf herladen, want er zat nog 1 kogel in. Dat kan ook, dat kun je ook bekijken. Nou, dat zijn minder zombies alvast. Hier is misschien nog wat leuks. Ah, een baksteen. Altijd leuk. Ik ga deze dude afleiden met een baksteen. Ik stun hem. Oh, baksteen, ik val je aan. Nee. Zal ik die spijkerbom naar hem gooien? Anders gebruik ik die zooi toch nooit. Hey bitch! Loop er eens overheen. Heerlijk, heerlijk. Hoezo sneak? Hoezo sneak? Wie zei wat over sneak? Kut, ik had nu die spijkerbom moeten gebruiken. Baby, geef me kauwgums. Timmerol fresh. Ik kan beter wachten als we wat dichtbij de deur zijn. Maar het is wel een fijn wapen in ieder geval. Hoppa! 1 shot, 2 kills. Dank jullie wel. Fuck stealth. Oh, ik heb nu toch zat allemaal, weet je. Stealth doe ik wel een keer als alles op. Precies. Anders heb je de hele tijd dat alles vol zit, weet je. Al kogels vol. Dan denk je ook, ja, pff, vol. Ik pak even mijn jacht weer voor de verandering. Oh, ik kan ook dat ding met mijn boog pakken. Boog is anders ook zoiets dat ik toch niet gebruik, joh. Waarom ook niet? Of is dat gewoon een zombie? Ben je een klikker of niet? Zeg op. Anders schiet ik een pijl in je aars. Kut, mis. Kut. Weer mis. Oké, dan sneaken we er gewoon langs, joh. Dan in dat geval sneaken we gewoon langs. Ik heb hier een mooie knuppel liggen, denk ik. Mijn penis is pas een mooie knuppel. Oeh. Nou, die zombie is in ieder geval niet altijd blij. We kunnen een beetje moeilijk... Oh, maak hem maar gewoon af. Oh, wat? Waar komt die in één keer vandaan? What the fuck? Die kwam in één keer uit de bosjes of zo. Oh, verdomme. Ben ik helemaal weer hier? No. Dat is jammer. That's a pity. Nou, ik ga wel weer gewoon de shotgun-strategie gebruiken, hoor. Daar doe ik niet zo moeilijk over. Dan ga een beetje wegrennen. Hier, maak hem dood, Bill. Schip maar weer kogels. Als jij het gewoon even voor me doet. Daar gaat Bill, die maakt ze gewoon dood. Het is heel slim. Ik noem de strategie: laat Bill al het werk doen, strategie. Je schiet en je lost 1 schot, wordt gespot. Stap 1, los een schot. Stap 2, wordt gespot. Stap 3, laat Bill al het werk doen. Oké, dus alle klikkers zijn even dat algemeen komen opdagen. Fijn, fijn, fijn. Niet Ellie pakken, dat zou minder zijn. Pak hem Bill, pak hem. Leer hem een lessie. Hey, rot op. Nee, niet misschieten, Bill. Zo ga je nog dood. Pas op wat je doet. Ik blijf kijken. Ah, mooi. Dankjewel. Dat waren 4 klikkers. Ik ben echt gemeen dat ik Bill al het werk laat doen, maar ik geef geen neuk. Dankjewel voor de kogels. Ik hou deze strategie nog wel even aan. Waren dat alle zombies meteen? Of waren er net ook al 4? Is me dat gewoon niet opgevallen? Lijkt mij niet. Lag je nog wat leuks eigenlijk? Oh, kut. Rennen, Rick. Ren. Anders dan ga je dood. Mooi. Gaat het goed daar, Bill? Mooi. Pak hem, Bill. Pak hem. Bam. Overhoop geknald. Helemaal naar de tering. Hoppakee. 3 shotgun kogels. Even herlaaien, die zooi. Hoppakee. Stop ze er maar in, Joel. Ik ga even mijn jachtgeweer pakken. Ik pak even mijn jachtgeweer als jullie het niet erg vinden. Pata. Lopen hier nog zombies rond, of niet? Oké. Kan ik wel nog door mijn vizier kijken eigenlijk met dit ding? Kijken wat dit ding met headshots doet. Oké, moet je wel... Was het raak? Was het raak? Oké, daar heb je er een paar. Want ik ga even gaan mijn bommetje pakken. Oké, die gaat niet meer af. Kut. Gelukkig kan ik hem gewoon weer oppakken. Oké, die ging alsnog af. Nice. Oh, die gaan natuurlijk op de explosiegeluid af. Shotgun. Zo. Ik ga nog een fles op hem gooien. Oh, het zijn we met z'n tweeën. Dat is wel weer jammer. Er is niemand dood te gaan door de explosie, maar wel 2 half dooien in ieder geval. Maak maar af, Bill. Maak maar af. Hij komt er dichtbij. Hij is over de lijn gegaan. Hij gaat te ver. Hoppakee. Goeie teamwork. En er komt er nog eentje, Bill. Samen staan we sterk, Billy. Ah, nou, kan ook. Oké dan. Oh, we zijn alweer 21 minuten bezig. Tijd gaat snel als je lol hebt. Ik vind het echt een vette game. Je moet alleen meer achter elkaar spelen. In plaats van iedere keer 20 minuten. En weet niet spelen, 20 minuten. Want dan vergeet ik alle controls en dan wordt het één grote teringzooi. Dus ja, ik moet het even wat vaker achter elkaar spelen, wat ik nu ook gewoon ga doen. Ik ga nu gewoon wat afleveringen achter elkaar ritsen. Daar heb je er weer eentje hoor. Daar heb je er weer eentje. Het magnifieke wezen, de klikker. En daar komen we dus net serieus uit. Oh, daar stond hij! Hij heeft me doodgemaakt de vorige keer. Ik ga beter even mijn revolver pakken, denk ik. Wacht. Dat was mis, of niet? Ja, misschien. Even herlaaien, die zooi. Rennen! Zoek het maar uit, jongens. Ik ga lekker weg hier. Laden maar die zooi. Oh, die zit al vol, zo te zien. Komen ze nog naar mij toe of niet? Oh, daar heb je zo. Ik help wel een klein beetje mee. Ik doe mijn best. Hier lang sneaken is niet echt altijd handig. Hoppakee, sterf maar. Oh god. Ik heb hier niet om gevraagd, jongens. Even gaan naar mijn shotgun wisselen als jullie het niet erg vinden. Terugtrekken! Daar heb je er weer zo eentje hoor. Bam! Hoppa, heerlijk die shotgun. Dat waren de dooien van deze aflevering. Ik ga gauw weer naar het punt toe lopen waar we net waren. Dat we hopelijk iets van een checkpoint hebben of zo. En dan kunnen we deze part met succes afsluiten. Dus dan, ja, we waren verder dan we aan het begin van de part waren. En daar gaat het om bij Serpent Gameplay, weet je. Of een part nou een uur is. Als we verder zijn dan aan het begin van de part, dan is het een goede part geweest. Oftewel bijna iedere part, want anders upload ik het niet. Wat vinden jullie voor leuks in de bosjes? Een spijkerbom. Oh, pilletjes? Wat? Zijn dat pilletjes? Serieus? Heb ik extra pillen erbij nu? Nee. Nou, eigenlijk niet. Of wel? 75. Oké. Cool. Ik kan bijna alles kopen nu trouwens. Wapenprecisie, geneessnelheid, maaksnelheid. Ik zou wisselsnelheid zou ik nog wat chill vinden. Dat ik snel van dingen kan wisselen. Maar oké, nog een paar jongens. Nog een paar. Nog maar 10. En dan kunnen we de heilige klikker steek ding kopen. Als ik een salanje melee-wapen heb, kun je dan niet zo makkelijk meer dood door klikkers. En dat is zeker heel fijn. In ieder geval, in een boerderij geval zijn. Oké, bedankt kijken voor deze aflevering. Vergeet even te liken als je het leuk vond. Tot de volgende aflevering van The Last of Us. Vergeet even te liken als je het leuk vond. Doei!